Het is nu zondag 15 september 1985 en we zijn te gast, zoals u ziet, op Hoeve het Slot. Goedemiddag. Thomas, binnen aanstonds van het Hoeve het Slot is nooit op lot. Kom eraan. Hartelijk welkom. 42 jaar. Is dat gewoon goed gegaan? Buitengewoon. Ah, zeldzaam. Dan komt Peter aan, met zijn vriendin. Ah, dat is goed. Moet er die ook nog bij? Petertje? Is dat leuk, gevrije? Een minuut af nou. Vooruit maar met de geef, zegt ze de box. Oh, het is geen geunig om de hoofd te zetten. Gommert! Ja, ja, we hier op de linker, zegt ze. Dag Peter. Dag Joke. Dag Joke. Dag. Kijk nog eens naar jou. Ja, ja, dat is nog zo. Peter, kom eens hier. Hier langs. Oh, onder een arm. Dat is het warm. Nee, bij jou stil ik hem niet op. Dat is het plek. Ja, hoe oud is de boerderij nou? De volgende dat vlaggenschip. Dat staat op 1749. Toen is het gebouwd. De boerderij. En er waren toen 3 aannemers. En die kostte toen 935 euro. En toen zijn er nog 2 in de boerderij. Die verbouwers, de werkmensen, die zijn ontslagen. Dat die hoorden ze vloeken en dan mocht. Ja, gaan we eens een beetje verder, Gommert. Zo. Ja, zijn we eens wat verder schaam? Nou, staat hij al aan de beurt. En dan gaan we naar de Volkswagen. Dan gaan we naar de Volkswagen. En die is 12 jaar oud, en dat zet ik aan. Die is 12 jaar oud. Die is de 9 september goedgekeurd. Dus dan kan je met je meteen. Dan gaat die jongen daar al 35 jaar. Dus ik hoop dat er nog lang mag kan genieten. Met dat die jongen. Volgens mij aan mijn vrouw. Ik heb 60 jaar van rijbewijs. Ik heb een stoutje voor gehad van de Volkswagen Fabriek. Bij 14 jaar van de Volkswagen. Volkswagen. Invoerte uit Aachen. Waar rij je naartoe? Ja, dat weet ik niet hoor. Misschien wel naar Hoboken of zo. Misschien wel naar een vriend. Ja, kan ook best zijn. Er zijn zoveel vriendinnen. Ja, gelukkig wel. Zeg, mag ik erin instappen? Ja. Ja? Start er maar. Ja, dank u. En maak haar geboren donker uit. Ja, ik zal proberen. Zo. Hallo. Hallo, schatje. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts.
Ja, ja, vind je het nog wat helemaal niet eruit halen, jongen? Ja, jongen, ja, ja, zeker. Zeker. Dan zal moeder eens kijken wat er nog, wat die rollen is. Dat is de kapitein van het schip, hè? Jongste zoon. In mei? In mei 1959. Dat is afgebrand in 1958. Want Frank Bogers, mijn jongste zoon, ging een sigaretje roken. En toen is hij in brand gevlogen. Ja. Hoe gaan we dat? Het is de paardenstal. Ja. De boergang. En dan wouden we graag even... de gansjes voeren, bakt hij een beetje friet, gommert, en dan komen er misschien de ganzen nog even. Dat is misschien wel leuk. Ja? Oh, goed zo. Kom alle gansjes. Oh, nee, dat is een kippen. Nou, vader, heb ik een beetje friet. En dan roepen wij eventjes de ganzen en de eendjes. En de kipjes, hè, Peter? Ja, in de denk ik. Kom hier, ik ga eens even zien. Zou er in de dijk zitten? Ik weet er niks van, we zullen eens even gaan kijken hoor. We zullen eens even gaan kijken. Of als ze er zijn. En Peter? Normal, hè? Kom, Peter.
tomaatjes. Peter, kijk eens op de heerlijke tomaatjes daar zo. Zijn ze nog niet rot, jongen? Dus we kunnen ze nog niet eten. Ah, dat is jammer, hè? Nou, we gaan nog eens even een beetje kooltjes snijden, denk ik. Die kooltjes? Kijk, dat is de caravan van de oude knecht van vroeger. Die moet er misschien ook nog op. Ja, hoor, dat je bubbel staat. Ja. Kom. Kom eens hier kijken. Hier gezaaid. Zaaizaad. En dan moet je over 14 dagen mee naar het tuincentrum. En dan komen er dan nog meer mee, miljoenen om te kijken. En dan kijken ze wie de zwaarste heeft. En die de zwaarste krijgt, heeft krijgen prijs. Maar of ze smaken, dat zou ik niet kunnen zeggen. Of je zo op kunt eten. Maar één ding weet ik wel, had de gommers dus alles hier die ten allen net doorgesneden, mij naar huis genomen en die hebben de eenden opgegeten. Kijk, hier hebben aardappels van beetje gestaan, die zijn pas gerooid. Ze zijn voor 6 seconden om zout gaan te winnen. Als je wegzetten. Die moet ik morgen nog afplukken voor een maaltje van jullie beiden. Ja. Dat zijn spruiten, boerenkolen en rode kolen. Maar die moeten nog gespoten worden, want daar zit luis in. En dan moeten we 14 dagen wachten, hier moeten ze weer mogen afplukken. Wij staan aan de hand van de boerderij. Daar is het stalletje daar zo. Loopt er hier bij een kipje met 3 kleintjes erbij. En daar stonden vroeger allemaal de beesten in. En vroeger in de winter, als het mooi weer was, liep soms de mestput. Er liepen ook nogal wat beesten in, want daar, in die dingen daar, die bak, daar konden wij ze altijd in voeren. En dat was heel makkelijk voor ons, want die hoeven we niet te mesten, morgens. En zo doen we dat. De kop, vroeger achter een Duitse herder in. Maar die is ziek geworden. En toen heb ik hem maar verwit wel. Hè. En hier leggen ook wel eens de kippen in. Dat er geen hondje meer in ligt. Dat gebeurt ook wel eens dat geitjes vertrappen hieruit. Ja. En hier doen de kinders wel eens krukken weg in spelen. Dat gebeurt ook alles. Dat is zo gevaarlijk, hè. Oh, dat is leuk. Hoppa. Hallo. Doe maar. Drie binnen in de vreugde des Heeren. Ja. Alsjeblieft, ga je gang. Dankjewel. Kan ik nog wat beschenken? Ja, alles. Zo, een glaasje water. Ja, ja. En rustig op de piste. Ja, lekker sigaartje erbij. Sigaartje erbij. En lekker een kopje koffie. Lekker een kopje koffie. Ja, ja. En ga je af en toe op mijn schot. Ja, dat zullen we nog even proberen. Maar aangezien dat telt die ook wel eens warm niet. Ja, dat kunt niet trouwens om doen. Oh, ja, dat. Zijn we weer? Gaan we aan de koffie? Ja, de meneer. Oh, oh. Is het? Even de poel vertrouwen. Even de poel vertrouwen. Is het ook niet klaar?
Dat is een asbakje. Het lekker weer is, zit er niet lekker. Het is smullig en te roken en te drinken. Kijk aan die. Kunnen we dat ook? Er komen 25 witte beesten in, zoals je ziet. En die zijn allemaal bevrucht. En die moeten allemaal met de keizersnee verlost worden. En zo gaat dat tegenwoordig. Die worden, hoeven niet gemolken te worden. Maar dat doet dan het klein kalfje. Het stiertje of het dochtertje dat geboren wordt. En daar loopt de poes. We gaan eens eventjes een glaasje Château de Sot drinken en op de gezondheid van ons Jan de Sotweg. Hé? Dat zou ik hem zo vermaken met een oude kurk trekken die meer dan 100 jaar had. Ja, dat is heel waar. Schurkenstijl. Op de hals, allemaal. Wat dacht je? Wat dacht je wat? Dat hoort er allemaal bij. Weet je wat je weet niet te hebben? Met de kurkentrekker, die is meer dan 100 jaar oud. Doen we zo. Insteken en, en dan draaien. Ik had wel graag dat de aardappels schilderen, Gommert. De aardappels schilderen? Ja, om dat open te maken. Nog? Nee, om open te maken. Poesie, zei ik. Kijk, daar is Joke de expert in. In glas, in flessen wijn open te maken. Je moet er nu nemen. En dat is een erfstukje van pastoor Antonische. Waar ik vroeger pastoorsmeed ben geweest in Breda. Ik heb vroeger nog verder iets wou vertellen over een slot. En toen stond er een ander daar een mooi stuk in de krant. En dat was dan al dit stuk. De meest gastvrije Brabanders van daar. Oefen ben ik erg trots mee. En Gommert ook, Gommert? Buitengewoon. Ja. Goed bewaren. En dat is een heel leuk stuk dat ze erin geschreven hebben. En daar zal een trek eens. Een vent trouwens, ik dan had ik altijd kopiëren uit de groepen mensen komen. Mijn bussen komen ze hier al kijken. En dan krijgen ze per groep altijd zo'n kopie. En daar zijn ze erg blij mee als ze dan naar een huis gaan. Voor dit stukje dat eigenlijk hier al in de krant staat. En dan heb ik ook. Château de Sot heb ik ook, kregen ze allemaal een glaasje wijn, de mensen, allemaal. Rooi of fitte, kunnen ze uitzoeken, wat ze het liefst willen hebben. En dan gaan we ook een rondwandeling maken. En dan zullen we dat eens even nog gaan doen met de mensen. Hey. Dat doekje geloof ik, hè? Ja, dat doekje, dat is bijzonder. Zit ik al 42 jaar in. Ik hoop er nog heel lang in te zitten. En ook kom ik daar in zijn lekkere ouderwetse lijst toe. Jammer dat je daar geen spellenkunst hebt. En ja, maar die heb ik wel. Hier zo, kijk. Leuk. Dit is mijn hobby. Oh, wacht even. En onze Peter is daar zo'n opzicht. Ik zei het zo. Je zit bij mij aan de tafel van op mijn neem. Ja. Oh, ja. Ja, kan Peter nog een goede mop? Ja, dan moet ik naar dood. Peter, je niet duidelijk praten, Peter. Nou, de tijd is dan moet ik. Nee, ik ben gemeen op de braaien. Oh ja. Of wil je een paar biefstukken breien, Peter, voor je niet nog meer naar de stel alles? Ja. Voor jouw vriendinnetje? Ja. Ik ben een kleine natuurlijk. Oh, die kleine dan. Die nou nog komen zo gezien, die nog in de kool zit. Ja. Ja, ik ben wel eens makkelijk, Peter. Mag ik zeggen? Peter, vertel ons een mop. Ja. Van dat poesje? Ja, poesje zo van poesje. Dat is poesje. Ja, dat is een poesje. Toen die bloeie jongen. Die was de poes kwijt en toen begon ze wel om de fiets achterop. En toen zat je op een gegeven moment tegen mij en dan zei, ja, zit die. Hij zei, je met mijn poes kwijt. En in mijn muis ook nog erbij. Dat is van de buurman, ik vind het. Ja, ja, dan kom ik Zwarenberg hier eens heen. Is dat een zuster van u? Dat is een zuster van mij. Dus spring het op elkaar, hè? Een last van vliegtuigen, ja. Ja, Zwarenberg, heb je last van vliegtuigen in je zee?
He, dan kan men hier in Zwanenburg wonen. Ik bleef maar hier wonen hoor. Aan de waterkant. Bij hebben ze voor getekend. Waar hebben ze voor getekend, Jus? Voor de vliegtuigen. Dat ze er niet meer over mogen komen vliegen? Nee. Oh, zou dat helpen, denk je, Jus? Kom er dan minder over? Dokter van de toren, dokter van de regering. Allemaal de dokters ook allemaal getekend, José? Oh, dat zou misschien toch nog wel lukken, dan zal er niet zoveel bij jullie meer overkomen, hè? Je zou niet zeggen, ben je niet getekend voor... Oh, nee. Dit is onze favoriete foto van hier thuis. Die is bijzonder mooi. Die hebben kennis van ons gemaakt. We zijn er erg blij mee. En dan hebben we hier een spreuk gehad van Paul Vertillo, van de vroegere knecht van ons. En die heeft dan meegebracht, deze spreuk hier. Visite brengt steeds vreugde aan. Is het niet bij komen, dan bij het gaan. Dat is een fantastische spreuk, vind ik dat. Dat vind ik hartstikke leuk. Hé? Ja, dat vind ik een heerlijk koekje hier zo. Kijk, die twee schilderijen, die daar hangen. Ja? Dat is de eerste, is de Engel des Heer. Daar zijn ze daar dat ontmoeten. En daarachter staat, kun je de kerk nog zien staan. En als ze dan de Engel des Heer luiden, dan moesten ze gaan bidden. En dat is daar ook, en als daar waren het oosten aan doen, en die mensen moesten dan iedere keer de Engel des Heer bidden. Om 12 uur, nee? 12 uur, ja. Dat de klok sloeg, nee? Dat de klok sloeg, ja. Ja, dat is die schilderijen die zijn dat wel 100 jaar oud zijn. Die heb ik toen vroeger geruild voor een stukje aan en voor een stukje spek met de oorlog aan de deur. Dus ik, en onze Robert, die is een aardappelkoopman en die wil ze bijzonder graag erven van zijn vader en moeder. En die mag die ook van ons hebben. Dus die zijn in ieder geval voor Robert hiernaast. En die andere jongens, ach, daar heb ik allemaal stoel. Ja, gaan we wel voor. En gaan we eens zien, die van de bijkeuken, daar zo, en hier de keuken, en dit is het salon. En gaan we het eens eventjes bezichtigen. Lieve dames, ga uw gang en snuff het maar rond. Dit is de spin van vroeger. Dit is een, ik heb hier allemaal glaasjes in, enzovoorts, enzovoorts. En... Dit is de bedsteen van vroeger, hier ben ik in geboren. 4 zonen en 10 dochters bij vaders en moeders. Ik ben daarin geboren. Ik heb ook nog in de krib geslapen, dat weet ik ook nog. Kan ik mij ook nog herinneren. En waar is de krib? In de krib. Die zit er hier bovenin, maar die is natuurlijk niet eruit gebroken. Die kun je nou niet meer zien. Wel nog was ze tussen gebouwd is. Dat kun je nog zien. Die is afgebroken nou, hè? Ja. Nou hangen er zo wat kleren en zo. En zo wat rommeltjes en stammetjes. Kijk, en dan is het bruidspaar hier zo. En kijk, en lieve dames en heren. Kijk maar zelf rond en je doet maar... En dat is de Brabantse muts. Oh ja, dit is een... Dit is... Brabantse klederdracht. Ja. Vroeger had mijn moeder ook zo'n hier op, die niet maar een grotere. Ja. Daar zijn mijn zonen daar zo. En dat zijn nog van het land daar hele oude dingen. Van de polder? Van de oude groene polder. De jonge spoelen daar. Jouw snijwerk hier zo, dat je zo groot zo bent. Ik zie daar nog een grote horen staan met de kap erop. Ja, dat is van de harmonie. Daar hebben we een schemerlamp van gemaakt. U bent lid van de harmonie geweest? 25 jaar voorzitter van geweest. Van de harmonie. Zo. Mijn vrouw besteld toen, destijds. 500 stickers laten, 500 stickers laten maken en dan iedere mens die gewoon wat precies had kan wensen, toen die afscheid nam van de harmonie, hebben we allemaal zo'n sticker gehad. En dan heeft Joke zelf nog een sticker overgehouden en ook zelf in de asbak geschilderd en gommert erin geplakt. En vind je die leuk? Hartstikke leuk, hè? Er is nog een heel oude stoof van mijn moeder. Die bracht heel vroeger een oude, een arm vrouwke naar de eerste mis, naar de kerk, om de voeten te warmen. En er lag zo'n turf lag daarin. Oh,
Hoe oud dat is, dat weet ik niet. Maar ik vermoed wel, om aan dat gat hier te zien, van de bogers. Dat is doorgebrand. Ja, dat denk ik toch wel half 75 jaar ze zijn, hoor. Ik zou het niet kunnen zeggen. Dat zou wel ouder zijn, joh. Ik weet het ook niet, hoor. En dit is een bontervloot. Ja, zo jongens, doen alles mooi netjes op zijn plaats, manneke. Dat is een botervloot. Leg het eens uit, moet ik boven. Nee, oh ja. Oh ja, dat is een hele ouderwetse. Iedereen vraagt daarom wat dat eigenlijk is. En dan zeg ik, nou, dat is vroeger hadden wij botervloten. Nou, we namen zomaar kuipjes in karton. Maar vroeger niet. En dan moest hier zo afgedraaid worden. Dat is manneke Pief van Brussel, wat dacht je wat? Ja. Dat is een leuk ventje hier. En dan nemen we hier kokend water in en dan zetten we dat zo op de... Op de boetervloot. Deksel eraf van de boetervloot natuurlijk. Dus ik zal maar zeggen zo. Zo. En dan weet die boter mals. Zo. En dat is jouw snijden, uitsnijwerk. En dit is een barometer. Ja. Uitsnijwerk. Zelf uitgesneden. En dan die fotolijstjes. Daar ben ik mee begonnen. Daar heb ik een uitbuiger op kostschool geleerd. En hier staat nog een... Ja, en dat is die favoriete foto dat jij verliefd weer. Bij Rinus Meesters. Ja. Ja, daar zo. Dat is jouw favoriete. Die was, haar vader en moeder was kleermaker. Ja. En we hadden het al veel om pakken te laten maken. En toen zag ik die foto voor de schouw staan. Want ik kende haar niet, want zij was al 4 jaar in dienst. In Breda bij pastoors, als pastoorsdienstbonde. Ik zeg, wie is dat die meid? Ja, dat is ons Jan. Zij doet ze dan de groeten maar eens. En toen zei ze, moeder, je hebt de groeten van Gommel Bogers. Gommel Bogers, die ken ik niet. Ja, hij is boer, ja, die kaffer moet ik niet hebben, zei ze. En daar hebben we toch afgesproken, hebben we toch... afgesproken eigenlijk met de... Om uit te gaan en toen kwamen ze hier naartoe, moesten we wat betalen, asperges betalen en aardappels kwamen ze hier al betalen. En toen kwamen ze daar bijna in het café, de Druiventras. En toen kwamen ze met een zusje binnen. Ja, en dat was vroeger niet, want alle mensen die daar aan de toog stonden, want uit de les gingen we daar altijd naartoe naar dat café. Die keken naar me, want het was niet de gewoonte dat de dames in het café kwamen. Die gingen aan een tafeltje zitten en toen zei ik een afspraak gemaakt. En toen zei ze mijn zusje dan, ik zei dan breng ik er wel niet aan voor mij. Ja. Toen heb ik mijn vriend daar voor meegebracht. Ja. Ze zaten ze hiervoor te wachten op de bank. Wij eten en de relax en toen zijn we zo met haar meegegaan. En toen ben ik afgesproken om naar de bioscoop te gaan. Donderdag al. En toen zei ze, dat wist ik niet. Maar toen had ze tegen de vader en de moeder gezegd, had hij zijn pet op het, dan ga ik niet mee. Ik had toevallig mijn hoed op. En dat is jouw geluk geweest, hè, Gommel? Dat is mijn geluk geweest. En ja, dat ben misschien ook ongeluk kan misschien ook wel zijn, maar het spijt maar wel op. Toen ik 16 jaar was, had ik al een meisje. Ja, ja. En toen liep ik mee voorbij, voor serieus in Lepenstraat, want zij is ook Lepenstraat van geboorte. En toen liep ik mee iemand met meisje van mijn oudste broer, onder de paraplu, het was slecht weer, en die heette met zijn voornaam Jacques Bogers. En als we dan iemand tegenkwamen, dan zeiden ze dat Jacques, dat is hij net. Maar het was wel gommerd. En dan roept je maar een lekker sigaartje er eens op. Oh, goed zo. Hé, een lekker bolletje. Moet ga je eens lekker aansteken. Ja, dat zullen we eens eventjes doen. Ja. En dan gaan we direct weer vrolijk verder. Want anders dan komen wij niet klaar mee uit met de boerderij te bezichtigen. Want we moeten allemaal mensen dat ik zo. En het bolletje wacht nou. Uitblazen. Ga je uitblazen. Een kusje. En daar staat mijn vatje in jonge klaren. Zal ik eens even een glaasje pakken? En dan kun je dat even een glaasje inschenken. Dan zal ik eens een glaasje inschenken.